solliciteren is niet eng. Oké, je moet je wel voorbereiden. Maar het is vooral een moment waarin jij kan laten zien wie jij bent. En dat is best leuk. Zorg er wel voor qua voorbereiding dat je weet waar je gaat solliciteren. Dus bekijk de website, kijk naar de social media, relevante artikelen. Niets is zo prettig als dat je goed beslagen ten ijs komt. Om je motivatie krachtiger te maken, kun je oefenen met een soort elevator pitch. Hierin moet je in 1 minuut jezelf goed en duidelijk omschrijven. Ga maar voor de spiegel staan en oefenen. Het helpt echt en het geeft je meer zelfvertrouwen. Wanneer je een afspraak hebt, zorg dan dat je op tijd bent. Dat klinkt misschien heel logisch, maar er zijn echt genoeg mensen die dan alsnog te laat zijn. Geen fijne eerste indruk. Als je in een sollicitatie zit, schrik dan niet van onverwachte of gekke vragen. Die gaan sowieso voorbij komen en er is dan geen goed of fout antwoord. Die zijn alleen bedoeld om jou beter te leren kennen. En tenslotte, het gaat om de wederzijdse klik. Jij bent op zoek naar iets waar je met plezier naartoe kan gaan. Dus vergeet ook niet jouw eigen oprechte interesse. Heel veel succes!